Woudrassen links en rechts Tim Breukers. Wout is 33 en Tim is 35. Allebei precies 332 wedstrijden betaald voetbal gespeeld. Ik heb het geteld vanmiddag. Wout 304 competitie en 28 beker. Tim 308 competitie en 24 beker. Hoe vaak heb jij gescoord, Wout? 4 keer. En Tim? Daar heb ik dan ook 4 keer gescoord, ik weet het niet. 1 keer. Oh, ik dacht ook beker. Ja, beker tel ik ook mee, hè? Dat hebben we net ook gedaan. Jullie zijn terug bij Kwik. De een speelt wat meer dan de ander. Wout, jij speelt de laatste weken wat meer. Zit je in ieder geval bij de eerste selectie? Ja, ik heb eigenlijk toen ik hier aan de deur klopte van... laat me alsjeblieft meespelen, want ik was een tijdje niet aan het voetballen. En dan begint natuurlijk heel erg te kriebelen van... je kijkt voetbal en je ziet voetbal en dan denk je van ja, je moet weer meedoen. Toen gevraagd van, ik zit natuurlijk ook met mijn functie bij Goat Eagles, dus in hoeverre ik dan mee kan doen is altijd maar de vraag. Maar ik probeer dan echt zoveel mogelijk mee te doen, qua trainingen en wedstrijden. Dus ik heb nu onderhand wat speelminuten in de benen bij Kwik 20. Er is voor jou iets anders, Tim. Je hebt al een keer meegespeeld in de competitie volgens mij. En daar is bij gebleven. Hoe moet ik dat precies zien? Ja, ik heb een iets andere insteek dan Wout. Ik wil 2 jonge kids thuis. Ik vind het juist fijn om het weekend nu vrij te hebben. Druk met een nieuwe baan. Ik train alleen op de dinsdagavond mee. En soms in noodgevallen spring ik bij, mocht dat allemaal uitkomen. Dus dat is een beetje mijn idee van hier trainen. Wout, jij combineert het met een functie bij Goat Eagles, de club waar je ook hebt gevoetbald. Wat doe je precies? Ik ben teammanager en dat houdt eigenlijk in dat je alles regelt rondom de spelersgroep. Zeg maar de Alex Holden Nordkamp van Goat Eagles. Ja, inderdaad. En ik word een verbeterde versie, dat zeg ik goed. er komt soms wat kleinere taken op je boom, ook grotere taken. Je kan denken aan huisvesting, contracten, maar ook maatschappelijk verantwoordelijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, projecten zeg maar, voor de club, waar ook spelers worden ingezet. Planningen, het eigenlijk is zo divers, wat ook leuk is. Hè? Dat maakt het gewoon divers en afwisselend. En je gaat bijvoorbeeld ook mee naar wedstrijden. Dan krijg je de hele rumoer van wedstrijden en spanningen. En dat maakt het voor mij ook wel weer ook herkenbaar. Hè? Als voetballer veel ervaring gehad. Dus ik denk dat het ook een voordeel is, maar ook zeker een pluspunt waar ik veel van geniet. En jouw taak bij de Eagles gaat voor spelen met het eerste van Kwik. Ja, want anders kijkt de directeur van Eagles maar aan van, wat denk jij nou, maar nee, dat kan ik niet skippen dat, nee. Tim, jij doet nog iets bij Heracles? Ik sta als ambassadeur voor de foundation, ook maatschappelijke tak zeg maar, op papier. Dat hebben ze nu een beetje uitgerold en dat krijgt nu wat meer... wat meer aandacht en dat willen ze meer en meer ontwikkelen. Ik denk dat dat nog wel wat drukker gaat worden. En voor de rest heb ik sinds oktober een baan bij een chemische distributeur die in Nottingham zit. Het is niet zo dat jullie al helemaal binnen zijn gevoetbald dan financieel? Nee. Nee, helaas niet. Kunnen eind komen, maar zoveel ervaren uit voetbal, dat je even een break neemt. Ja, op een gegeven moment wil je ook weer wat om handen hebben. En je wilt jezelf ook blijven ontwikkelen. Dat is denk ik het belangrijkste. Meer dan 300 wedstrijden gespeeld in de betaalde voetbal allebei. Wout, wat is nou de beste voetballer waar jij mee hebt gespeeld in jouw loopbaan? Samen of tegen? Samen. Nou, je staat naast me. Nee. wie ik extreem goed vond was... Albert Roesnak. Die is toen bij Cambuur Leeuwarden nog een sprong gemaakt naar Groningen. Maar die jongen, als je één op één, dan hadden we wel eens op training natuurlijk, in tegen één. Die kreeg de bal echt niet van hem af. Dat was zo'n rap jochie en had de bal aan het touwtje. En heel goed schot, had alles in huis eigenlijk. Tim? Bij Twente denk ik Nasser Chatli. Die was... fysiek sterk, technisch, snelheid, binnendoor, buitenom, goed schot. Dus als je daar tegenover op de training stond, was het altijd wel nog blij dat de training klaar was. Terwijl je ook nog met Tadić hebt gespeeld, toch? Ja, klopt. Inderdaad, dat zal elkaar niet heel veel schelen, maar allebei ontzettend goede voetballers. En waar jij zei net zelf al, de beste waar je tegen hebt gespeeld, Wout?
Ik denk wel dat dat toch, ja, kijk, dan ga je toch wel vaak naar Bergwijn. Ik vond Bergwijn wel de beste. Snelheid? Ja, ook aan de bal, zonder bal, wendbaar en ook supersterk. Je denkt, je geeft die, hij is veel kleiner hè, die geeft een flinke beuk, maar die krijg je niet omver hoor. Het is echt ja, super technisch, ja, je kent hem wel. Tim? Ik moet eerlijk zeggen, we hebben één wedstrijd met Heracles tegen Groningen gespeeld. Dat was met Tadic links buiten en Stenman nog links back. Nou, dat was één grote rondel waar ik in die wedstrijd in zat. Dus ja, om dat als voorbeeld te noemen, denk ik, is dat wel een aardige keuze. Missen jullie betaalde voetbal? Ja, ik mis het heel erg. Maar ik had ook wel een tijd lang om daar aan te wennen. Want ik ging natuurlijk, nou, het is bijna anderhalf jaar geweest dat ik in IJsland zat. Met al wel het idee van, nou, hierna ga ik ermee stoppen. Dus ik, ja, dat was al sowieso een niveau lager. Dus ik kan me er wel voorbereid. Maar ja, ik zit nu dus weer bij Eagles en dan kijk je naar het spelletje. En dan denk je, ja, die kleedkamer, vechten voor een overwinning, spanningen en alles wat je ervoor doet. Ja, dat mis je. Maar goed, mijn lichaam hield gewoon op. Dus ik heb me er echt bij neergelegd. En Tim? Je hebt je er ook bij meegelegd, of niet? Of heb je nou soms moeilijk? Nee, dat niet. Ik denk dat het laatste jaar van mijn carrière dat ik al wat minder plezier had. Medisch ook wat ongemakken. En ja, dan kijk je ook naar de toekomst. En ja, wat denk je van, goh, met de kids wil ik later ook nog wel een balletje trappen of tennissen. Nee, missen. Aan de ene kant is het natuurlijk altijd leuk met een grote groep in de kleedkamer. Lachen, gieren, brullen. Dus dat, het ahoeren, dat mis ik op zich wel als je dat vergelijkt met de gewone baan. Maar allebei een loopbaan om u tegen te zeggen met meer dan 300 wedstrijden. Toch ergens spijt van, Tim? Om te stoppen? Om... Nee, nee, heb je ergens spijt van? Heb je in jouw loopbaan had je soms een andere keuze moeten maken? Of? Ja, achteraf is dat altijd makkelijk, maar misschien soms iets langer wachten met de keuze maken om te kijken wat er op je pad komt. Dus had je toch een keer een avontuur had kunnen pakken? Ja, misschien. Je weet dan niet wat er komt en of het wat is. Maar ja, achteraf. Moeilijk zeggen, maar dat speelt nog wel eens door mijn hoofd. Was je ook moeite mee, hè? Want ik snap het wel. Zeg maar, als je transfervrij bent, toch, in dat geval. Dan ja. Je denkt van, ja, gaat er anders op je pad komen? En dat is natuurlijk heel onzeker. En je wil, nou, als je een optie hebt en je bent er gewoon redelijk of gewoon heel erg tevreden mee, dan denk je, dan pak je dat maar aan. Ja. Maar dat, ja, misschien ook wel een beetje uit het oosten, meer, wat meer van zekerheid en misschien ja. Toch wat minder denken, ja. Komt wel goed. En, ja, laat me veilig, dan. Hè? Veilig. Ja, ja, inderdaad, dat. Toen was ik een speler ook, hè. Iedereen die voorbij me hadden dat ik nooit van middelen kwam. Ken je kwaliteit. Ja, precies. Ja, nee, ik was, zeker als ik als jong jochie bijvoorbeeld, als ik terugkijk in mijn carrière, van wat had je dan anders willen doen? Dan denk ik van, als er iets meer schoffie was geweest, iets meer bravoer, dan was een andere bek geweest met misschien wel meer potentie. Ja, maar goed, je bent wie je bent, hè. En ik, naar mijn doen heb ik gewoon wel alles uitgehaald. Maar ja, als je het soms anders in je kopje hebt bijvoorbeeld, dan had er meer in gezeten. Ja. Tim heeft bij twee clubs gespeeld, Heracles en Twente. Jij bent dan nog even naar IJsland geweest. Dat is toch een bijzonder avontuur, of niet? Ja, op alle vlakken, want ik kwam eraan en ik meende dat ik best wel naar een professionele club zou gaan. Veel tegen, maar laat het niet horen. Nee, maar dan weten ze zelf donders goed daar. Hele kleine kleedkamer om een voorbeeld te noemen. Geen fysio, behalve dan de wedstrijddag en die dag ervoor. Maar heel familiair en superleuk, supermooie ervaring. En een land wat ongekend mooi is. Heel blij dat ik dat af en toe nog heb kunnen meepakken. Want ik ben natuurlijk nooit in het buitenland gaan voetballen. Behalve dat seizoen, of die anderhalf. Dus ja, ik ben heel blij dat ik die keuze nog heb kunnen maken daar naartoe. En verder heb je natuurlijk heel goed verdiend daar, of niet? Oh, ja, ik doe... Nee, zeker niet. Nee, het land is ten eerste peperduur, dat is echt niet normaal. Je betaalt overal dubbel de prijs dan van Nederland. Nee, toen ik dit contract ook zag liggen, dacht ik van, dit is echt puur voor plezier en het avontuur. Voelt het hier bij Kwik als thuiskomen voor jullie? Ja, je ziet nog steeds dezelfde personen. Ik heb er nog een aantal jaren jongens training gegeven. Daar speel ik nu mee samen. Dus dat is ook wel weer leuk om te zien, die gezichten dan.
Ja, ik denk dat de club wel zelf is gebleven met wat toen ik wegging. Altijd feestje in de kantine, gezelligheid voorop. Dat is wel herkenbaar. Ja. Je speelt dan een aantal wedstrijden al meer bij het eerste elftal. Koploper in de eerste klasse. Wat gaat het worden dit jaar? Ja, wat gaat het worden? Wij gaan voor kampioenschap. En dat is ook echt wel waar ik in geloof. We hebben echt een behoorlijke selectie qua kwaliteit. Het gaat alleen om dat wij ook elke wedstrijd de organisatie goed bewaken. En dat we met z'n allen doen. En op zich zijn we daar goed mee bezig. Niet elke wedstrijd loopt vlekkeloos, nooit. Maar ik bedoel, ja, er zijn een paar wedstrijden geweest. Hier thuis tegen WAC. Dat je denkt van, die hadden we echt niet moeten verliezen. Dat doet echt wel nog steeds pijn, zeg maar. Hè? Ondanks dat het een laag niveau is. Maar je wil gewoon, nu het binnen handbereik is bijna het kampioenschap, ga je er wel echt voor, ja. En wat is jouw aandeel daarin? Wat moet jouw aandeel zijn volgens jou? Ja, nou goed, ik wil als ik de wedstrijd erbij kan zijn, dan ook wel echt 90 minuten spelen. Wel elke speler natuurlijk. Maar ja, ik probeer dan wel een bepaalde leiderschap op me te nemen. Dat ik het team kan sturen richting overwinning. En fysiek en alles wat ik maar in kan brengen in een wedstrijd. Hoop ik zo mijn waarde te kunnen bewijzen. Veel oud-voetballers tot slot zien we terug op het veld als trainer. Jullie niet, Tim? Wat ik nu kan zeggen, nee, niet. Misschien ooit als de kids gaan voetballen dat ik als trainer erbij sta. Trouwens, afgelopen week wel een gewoon gesprek gehad met Peter Kleindijk of eventueel functie binnen Kwik. We zijn even aan het overwegen, kijken of het allemaal ook praktisch past qua tijd. Dus wie weet, maar voor nu vind ik het wel even oké om geen trainer te zijn. En Wout? Ja, ik heb de eerste licentie UFC dan wel. En ik heb het in IJsland ook gedaan bij de jeugd, later nog volwassen team. En toen begon het heel leuk te vinden. Echt, omdat je traint bepaalde structuren of een bepaald idee en dat komt er dan ook nog uit in de wedstrijd. En dan ben je nog succesvol, of het toeval is of niet. Dat voelt dan wel echt als een... daar krijg je heel veel voldoening van en dan smaakt het er meer. Alleen toen ik terugkwam in Nederland, nu zit ik in een situatie dat ik denk van, ik heb gewoon geen tijd meer over. En wat Tim zegt, misschien dat in de toekomst dat wel weer, dat ik dat wel weer ga oppakken. En voorlopig is teammanager jouw functie, dat blijf je ook volgend seizoen doen? Ja, dat is wel zeker. Adrie Simbergen opvolger is niet gemakkelijk, hè? Nee. 40 jaar heeft hij het gedaan. Ja, dat is echt een legende. Dus ik probeer niet eens hem te overtreffen, want dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar het is leuk. Ik heb heel goed contact met Adrie en ik overleg veel met hem. En ik heb als speler zelf bij Gordios nog met hem als teammanager toen hij daar werkzaam was. Als teammanager toen, daar ken ik me natuurlijk heel goed van. En ik merk gewoon heel veel steun vanuit hem naar mij toe. En dat is wel prettig werken. Nou, mannen, bedankt. Welke spannende vraag heb ik nu niet gesteld, Tim? Ik vond het wel aardig spannend voor jou doen, Engelbert. Wat ben je doen? Ja, inderdaad. Nee. Spannende vraag. Nee. Ik heb geen idee. Mis jij wat? Wat weet iemand bij Kwik hier over Tim Breukers? Oké, Wout, daar weet niemand over Tim Breukers. Nee, dat is een uitstekende vent. Ideaal schoonzoon. Nee. Ja, jullie allebei horen net van Jos van Putten, jullie voormalige fysio. Ja. Zeker een betrouwbare bron. Dus, Mannen, bedankt. Graag gedaan.